van de werkgroep Verkeersveiligheid van dorpsplatform Elslo. In samenwerking met een gemeenteraadslid heeft de gemeente een nieuwe schelpenlaag op de paden van het kerkhof te Elslo laten aanbrengen. Dit was heel hard nodig omdat de mensen die het kerkhof bezochten voortdurend in de modder CQ water stonden nadat het had geregend. Kunnen de mensen weer met een gerust hart hun geliefden op het kerkhof bezoeken zonder natte voeten te krijgen of de schoenen te besmeuren met modder. Het kerkhof ligt er weer mooi bij. Op de paden is tevens het onkruid verwijderd. Een woord van dank is op zijn plaats voor het wijkteam van de gemeente Stijn.